In het laatste weekend van januari organiseren Sofon en de Vogelbescherming de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling. Ruim 53.000 mensen doen hier aan mee. Aankomend weekend is er in de aanloop hier naartoe een oefenmiddag in het Natuurmuseum. Nou, over 2 weken, het laatste weekend van januari, is de nationale tuinvogeltelling alweer. Dat wordt voor de 12e keer gedaan. En dat houdt in dat iedereen in zijn tuin kan gaan kijken een half uur lang welke vogels er zitten en hoeveel. En dat kan doorgeven via de website tuinvogeltelling.nl. De telling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en wij als Sofon helpen daar aan mee. En die telling die levert eigenlijk een heel mooi beeld op van welke vogels er in de winter in tuinen in Nederland voorkomen. Nou, dit is vooral een telling om te laten zien dat het heel erg leuk is om vogels te tellen. En dat natuur ook heel erg dichtbij is. En het geeft ook een heel mooi beeld van welke vogels er vooral in tuinen voorkomen in Nederland in de winter. Dus het is een heel mooie momentopname. Nou, wat we eigenlijk zien met die tuinvogeltelling is dat de top 10 heel erg stabiel is. Hè, met de huismus nog steeds als meest getelde soort. Merel en koolmees in het kielzog, die wisselen nog wel eens van plek. Maar dat zijn wel de 3 belangrijkste tuinvogels die je ziet. Nou, het is de bedoeling dat je achter het raam gaat zitten en naar buiten kunt kijken met een goed uitzicht op je tuin of op je balkon. En je gaat een half uur zitten en je noteert alle vogels die je in je tuin ziet. En je moet ze vooral niet bij elkaar optellen, want het kan natuurlijk zijn dat er een vogel weer even terugkomt en weer wegvliegt. En dan is het niet de bedoeling dat je telkens weer plus 1 doet. Het gaat echt om het hoogste aantal per soort wat je tegelijkertijd in je tuin hebt gezien. En tegenwoordig kun je ook het hele jaar door tellen in je tuin. Kun je ook alle dieren en planten in je tuin tellen. Dat is een apart project wat we hebben, tuintelling.nl. En als mensen dus in het tuin vogeltelweekend de smaak te pakken krijgen, dan kan ik ze zeker aanraden om hun Nijmeegse tuin even aan te melden en daar lekker het hele jaar rond in te kijken. Nou, de Bastij in Nijmegen organiseert een oefenteldag. Dat is op komende zaterdag al. En het is heel erg leuk, denk ik, om daar te gaan oefenen. Omdat je het dan ook kan hebben over welke soort is dat nou eigenlijk die je daar ziet. In Nijmegen zul je best wel wat kans op bosvogels als de boomklever, de appelvink, maar ook de gewone vink hebben. Nou, en om die verschillen goed te weten, dan kun je daar eens gaan oefenen met boeken erbij. Erover hebben van welke soort is het. En het is ook heel gezellig en leuk om te doen natuurlijk.